Joel Kamphuis, ik zei na 20 minuten tegen Piet Smit toen we commentaar zaten te geven, we moeten niet te lang wachten met het eerste doelpunt, maar toen voelen ze daarna redelijk makkelijk. Dat is uiteindelijk een 7-1 uitslag, een mooi resultaat denk ik. Ja, zeker, uiteindelijk wel. En, kijk, de eerste 20 minuten inderdaad had Ode in de organisatie echt prima op orde. Wij kwamen niet of nauwelijks nog tot kansen. Nee. Maar je weet ook, je moet investeren in zo'n wedstrijd en die bal laten gaan. Dat ging ook nog wel moeizaam. Dus het was niet zo dat we echt heel erg bovenliggend waren. Dat je denkt van ja, die doelpunten gaan zometeen wel vallen. Maar eigenlijk uit het niets viel die eerste. En toen ging het heel snel vanaf de aftrap de tweede. En 5 minuten later denk ik de derde. Ja, toen was het eigenlijk de wedstrijd al gespeeld. Ja, nou, toen was het rust. Toen hadden we zoiets van, nou, ik hoop dat het niet als een nachtkaarsje uitgaat. Maar ik heb wel genoten ook tweede helft. Een paar mooie doelpunten en uiteindelijk 7-1. Nou, ik vond de tweede helft eigenlijk niet best. Ik denk tot 5 minuten voor tijd of 6, 7 minuten voor tijd staan we gewoon 1-1 in de tweede helft. Mm-hmm. Ja. Dus wij hebben dat gewoon te weinig in geïnvesteerd. En dan zie je, dan kom je eigenlijk niet ergens toe. Mm-hmm. En dan heb je tussendoor een individuele opvlieging van Stef, waardoor je een goal maakt. En uiteindelijk op het laatste jaar dan drukken we er nog 2 binnen. Dus uiteindelijk is het resultaat hartstikke mooi. Maar de tweede helft was niet van hoog niveau. Nee. Nou, dan heb ik er iets anders naar gekeken. Het was ook gewoon gezellig om naar de andere wedstrijden te kijken. In ieder geval de standen van de andere wedstrijden. Want het is een gekke competitie. Heb je al een beetje kunnen kijken naar de resultaten op het andere veld? Ja, die kwamen op het scorebord af en toe langs. En kijk, vorige week winnen wij van Dem. En dan denk je van, nou, misschien al volgende week, dus deze week uit kunnen gaan lopen op Dem. En die winnen ook gewoon weer. Ja. En ja, ik blijf in herhalingen vallen. Maar waarschijnlijk gaat het toch op die laatste wedstrijd aankomen dat je daadwerkelijk veilig gaat spelen. Ja. Of Stappers moet vandaag punten laten liggen, dan zijn we een heel eind. Maar de kans is groot dat die bij Hogeveen gaan winnen. Ja, dan hebben we gewoon nog punten nodig. Ja, want je staat nu 10e, maar het zou in theorie inderdaad nog na competitie kunnen worden. En dat kan 2 kanten op. Kijk je daar ook een beetje naar? Of is het echt dat je vooral kijkt naar die resultaten onder... Ja, onderin de ranglijst. De hoogste prioriteit is gewoon veilig spelen. Ja. En zolang dat niet het geval is. Je hebt het een paar jaar geleden met Heracles gezien in de Eredivisie. Ja. Die dachten 4 wedstrijden voor het einde dat ze er wel waren. En uiteindelijk gaan ze eruit. Ja. Ja, en dat kunnen we ons gewoon niet permitteren. Dus kijk, en het loopt natuurlijk hand in hand. Als wij resultaat halen om niet in die nakomtdienst terecht te komen, hebben we de mogelijkheid om ook bovenin aan te sluiten. Dus ja. Ik had van de week even een rekensommetje gemaakt, maar sinds je komst zitten we op gemiddeld meer dan 2 punten per wedstrijd. En eigenlijk daarvoor was het een stukje minder. Heb je ook dat je denkt van, ja, het schept ook wel, als we erin blijven, perspectief voor volgend jaar, of kijk ik nou veel te ver? Ja, kijk, de groep gaat natuurlijk muteren. Dus ja. Uiteindelijk begin je weer opnieuw. En dan moet je eerst weer voor elkaar krijgen dat ze, net zoals dat ze nu doen, alles voor elkaar over hebben en... elke keer met zoveel energie op het veld staan. En dat zul je eerst weer moeten gaan creëren. Maar goed, dan zijn we alweer vooruit aan het lopen. Ja. Wij hebben dit seizoen toch nog een klus te klaren. Ja, zeker. Ja, en dan gaan we volgende week naar Sparta Nijkerk. En dat is nou niet een tegenstander waar we altijd heel makkelijk van winnen. Nee, Sparta is gewoon een hele goede ploeg. Dus als je daar even iets minder bent, ja, kun je er zo 3-4-0 afgaan. Ja. Maar... ja, kijk, we zitten goed in ons vel, dus wij gaan natuurlijk wel met alle vertrouwen die kant op. Ja, nou, daar gaan wij met je mee die kant op. Maar we gaan eerst genieten van deze 7-1 overwinning. En dan hopen we volgende week op een mooi resultaat bij Nijkerk. Dus bedankt voor nu en dan wens ik je een fijn weekend. Ja, dankjewel.